Op social media geven zogenaamde health influencers adviezen over de gevaren van zonnebrand of welke supplementen je moet slikken. Maarten van Ooyen, demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil deze nepinformatie bestrijden en komt met zijn eigen team van influencers. En hij zit nu bij ons aan tafel. Maarten van Ooyen, goedenavond. Goedenavond. En welkom. Uh, ja, die desinformatie, kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, dat is bijvoorbeeld dat het beter is om je kind niet te laten vaccineren... omdat het eigenlijk voldoende natuurlijke weerstand heeft... om bijvoorbeeld tegen de mazelen het zelf eigenlijk aan te kunnen. Ja, wat niet zo is? Nee, want eigenlijk uh, helaas worden kinderen, uh, kunnen kinderen van mazelen ontzettend ziek worden. Uh -huh. En is de natuurlijke weerstand alleen niet voldoende om de mazelen uh, te baas te kunnen. Ja. Het en... geldt bijvoorbeeld wel voor andere ziektes, hè, zoals op het waterpokken. Uh, daarin inenten we niet tegen in Nederland. Omdat je daar wel voldoende natuurlijke weerstand tegen hebt. Ja. Alleen voor sommige ziektes ja, is die natuurlijke weerstand helaas onvoldoende. Ja, en die influencers zijn dat, zijn dat dan artsen of, of goed bedoelende burgers die. Nee, het zijn helaas over het algemeen geen artsen. Misschien een enkeling uitgevoerd. Ja. Maar bijna zijn het altijd ja, influencers die vanwege andere redenen een enorm bereik hebben. Mm. Of omdat ze gewoon grappige filmpjes maken, of omdat ze model zijn, of andere uh, redenen uh, waarom ze een groot bereik hebben. Ja. Ja, en die gaan dan ook in één keer medische informatie geven. Ja, en die blijkt vaak uh, niet te kloppen. Ja, en u vindt het een gevaarlijke ontwikkeling? Nou, het is een gevaarlijke ontwikkeling, helaas. Want we zien dat heel veel ouders die eigenlijk voorheen hun kind uh, lieten vaccineren, ja, op basis van die informatie nu aan het twijfelen zijn uh, en eigenlijk. Vaak niet um, naar een arts toe gaan en vragen: Joh, ik heb iets gezien op social media. Uh -huh. Wil je daar eens op reageren? Of klopt dat? Of is dat wel of niet waar? Maar daardoor zoveel twijfel hebben dat ze denken: Nou ja, maar ik ga toch maar even niet op die uitnodiging in van uh, de GGD. Ja, en daardoor ontstaat helaas uh, een lagere vaccinatiegraad met, met hele grote gevolgen. Voor ja, en u zijn zegt het, het zijn vaak mensen bekend door andere dingen, maar die op hun uh, uh, goed bedoelende blauwe ogen worden vertrouwd door heel veel. Ja, ik, ouders? Ja, ik heb ja, het met de artsen over gehad. die heel vaak van die vragen dan toch terugkrijgen in de spreekkamer. Ja. En die zeggen: ja, er komt van allerlei eh, vragen komen naar de spreekkamer. En dat is op zich heel goed, want dan verifiëren mensen dat. Mm. Hè? Ik heb iets gehoord online en klopt dat dan wel of niet? Ja. Alleen er zijn ook nog heel veel ouders en die horen dat. en die gaan daarmee niet naar de arts. Maar die hebben dan al zoveel twijfel dat ze volgens het ja, vaccin bijvoorbeeld laten zitten. Maar het kan bijvoorbeeld ook over andere dingen gaan. Denk aan bijvoorbeeld aan zonnebrand. Ja. De gevaren van zonnebrand die dan heel erg naar, naar voren komen. Ja, die worden dan niet meer geverifieerd, die vragen. Maar dan, ja, dan nou, toch maar even niet gebruiken. Ja, met ook dat kan natuurlijk gevolgen hebben. Ja, maar je hebt toch ook het fenomeen digitale dokter. Dat je voor sommige zaken online terecht kunt. Dat je niet naar een huisarts in de praktijk hoeft te gaan. Dat klopt. Uh, we hebben thuisarts.nl bijvoorbeeld. Ja. Dat is inderdaad geverifieerde medische informatie. Maar op de sociale media... Nou, Twitter kennen we natuurlijk, Instagram, ook TikTok. En zo zijn er nog veel meer platforms. Uh -huh. Daarvoor zijn eigenlijk nog heel weinig uh, medici actief. Uh, en dat zie je dus nu. Dus eigenlijk alle medische vragen die mensen hebben... en die ze graag op social media stellen... daarbij kunnen ze wel terecht bij influencers die geen medicus zijn... maar niet terecht bij een gewone, echte dokter. Yeah. En dat willen we uh, proberen te dichten, zodat er ook Dokters zijn bij wie je ook die vraag kan stellen en dan krijg je een medisch antwoord in plaats van een nou ja, een niet-medisch antwoord. Oké, okay, en u wilt het ook te lijf gaan met een, met een eigen team van influencers? Ja, nou eigenlijk is het team al gevormd. Ja? Er acht dokters die zich hebben gemeld en die nu zelf bezig zijn met zo'n uh, campagne. Dokters Vandaag heet dat. Maar die zijn onbekend. Nou ja, ja, dat klopt. Alleen zijn heel veel dokters die hebben gezegd... ja, ik wil je heel graag bij aansluiten. Ja? Ik heb afgelopen week met deze dokters overlegd. Er zijn 200 dokters geweest. En die hebben zich eigenlijk al aangemeld... om zich ook als influencer te gaan melden. En ontzettend veel zorgorganisaties. Wijkverpleegkundigen, maar ook het uh, Universitaire Medisch centra mm -hmm. En eigenlijk allemaal zien ze deze trend... en allemaal willen ze heel graag meedoen... om inderdaad zelf nu naar voren te stappen... en met die medische informatie te komen online. En nou ja, dus nu, wat ik al zei, die dokters vandaag... En die je ja. vertelde mij ook wat voorbeelden en dat was wel interessant. Een voorbeeld was dat er nog maar één filmpje was gepost. En dat mensen daar zoveel vertrouwen uit halen... dat ze hun hele medische dossier opsturen op basis van het ene filmpje... en vragen of de dokter uit dat filmpje misschien toch hun medische dossier zou willen checken. Dat is dan wel een knap gemaakt filmpje. Moet u toegeven. Ja, dat is een heel kwestie. Als je je dossier zelfs opstuurt. Enorm. Dus dat is heel bijzonder. En tegelijkertijd toont het ook aan hoe natuurlijk. hoe beïnvloedbaar de ja. mensen zijn vanwege die informatie. In dit geval is het geverifieerde informatie. en gaat het met het dossier niks gebeuren. Maar moet je je dus voorstellen. als je ja, niet. medicus bent. en daar ook zoveel vertrouwen. aan jouw informatie wordt ja. toegekend. Dus uh, het is echt van cruciaal belang. dat we die stap gaan zetten. En we hebben altijd een beetje koud mm. Als dokters. van ja, moeten we die stap nu zetten. naar sociale media. Ja, en ik wil ze heel graag helpen om. Ja. Die stap te gaan zetten. Nu moet het echt. U noemde al uh, ouders die hun kinderen uh, wel of niet laten vaccineren. en er afgaan op wat ze zien op social media. Uh, er is een dalende vaccinatiegraad in Nederland. Ja, dat klopt. Hoe, hoe komt dat? Moeilijk om het helemaal de vinger uh, achter te krijgen. Je hoort vaak religieuze achtergronden, dat mensen hun kinderen niet willen laten. Ja, die, in te... dat is natuurlijk bekend. Hè? Ja. Uh, met name mensen met een uh, gereformeerde achtergrond, mm. een reformatorische achtergrond, die uh, van oudsher eigenlijk die religieuze bezwaren hebben. Ja. Alleen daar zie je natuurlijk in de afgelopen jaren niet een hele grote verandering in. Dus het zal waarschijnlijk met andere redenen te maken hebben. Wat we nu wel zien is dat met name in grote steden uh, alternatieve uh, manieren van denken over gezondheid, dat die heel leidend zijn in deze, uh, ja, in deze uh, nieuwe trend mm. van mensen die zich niet laten vaccineren. Een antroposofische levenswijze bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld. Of het gevoel van, nou ja, er worden tegenwoordig wel heel veel vaccinaties aangeboden. Zit daar niet Big Pharma achter, hè, die uiteindelijk vooral financiële belangen heeft, maar niet de volksgezondheid dient. Dus is het allemaal wel waar? Is ja. het allemaal wel, uh, uh, wel bedoeld om een kind te helpen? Of willen ze er vooral rijk van worden? Nou ja, vooral sinds we, corona, noem ik maar even, en de campagnes van de overheid, is dat vertrouwen natuurlijk niet toegenomen. Nee, je ziet het vertrouwen inderdaad over het algemeen in overheidsinformatie dalen. Ja. Dat klopt. Maar gelukkig vertrouwen mensen over het algemeen nog wel de arts en de dokter. Mm -hmm. He, dus dat, is, dat vertrouwen is nog steeds heel erg hoog. Maar het vertrouwen in overheidsinformatie daalt. Ja. Ja, en vandaar ook dat ik denk dat als wij als overheid heel veel informatie gaan geven over vaccinaties, dat dat niet per se helpt om de vaccinatie gaat omhoog te klikken. Ja. Maar dat als artsen zelf meer informatie geven, en ook meer tijd hebben om die informatie te geven, ja. dat dat kan helpen om ouders wel over de streep te trekken. Ja, actueel is het natuurlijk een, een, een kinkhoest die veel heerst, vooral in het zuiden van, van Nederland. Ja. En de Tweede Kamer, ja die roept om maatregelen ja. bij u. Ja. Nou, gaat u die ook nemen? Die heb ik al genomen. Ja. Ik heb afgelopen week een brief gezien naar de Tweede Kamer met tien uh, maatregelen die ik in ieder geval neem mm. om korte termijn de vaccinatie gaat te verhogen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld dat we de wijkaanpak uh, uh, vergroten. Dat betekent dat je op meer plekken in de wijk kan vaccineren. De meeste mensen zullen misschien denken, wat maakt het nou uit? Ja. Alleen het blijkt toch dat als je bijvoorbeeld een vaccinatieplek hebt die dichter bij jouw huis zit, dat het makkelijker is om te gaan en dat je dan toch vaker het vaccin neemt. Maar bijvoorbeeld ook als jij vaker wordt teruggebeld en wordt gevraagd: hey, u heeft nu toch niet uh, uw kind laten vaccineren. Is daar een reden voor? Kunnen we ja. daarover in gesprek? En dat mensen dan soms of het zijn vergeten... of zeggen, ja, nou, ik twijfel er wel wat. Nou ja, en dat betekent dat je met die wijkaanpak... meer mensen kan uh, bereiken. Ja. Wat we dus... ook gaan doen... is een twijfeltelefoon oprichten... voor mensen die twijfels hebben. En daarmee ja. die twijfels terecht kunnen. Nou, zo zijn er... Een... Maar u zegt eigenlijk hoe dichterbij, hoe, hoe makkelijker voor mensen het is. Het lijkt wel een stemmen, zeg maar aan de stembureaus, die ook dicht bij mensen moeten zitten. Ja, om naar de stembus te gaan. Ja, dat is ook zo. Bij de stembureaus zie je hetzelfde. Ja. Hoe dichterbij, uh, hoe vaker mensen gaan, gaan stemmen. En in dit geval zie je ook nog iets anders, behalve nabijheid. Zie je bijvoorbeeld ook als een vaccinatielocatie bijvoorbeeld in de buurt zit van een school. Mm -hmm. Uh, zodat er ook een samenwerking kan zijn met de school. Of bijvoorbeeld in de buurt van de kinderopvang. Ja. Uh, dat mensen dan ook weer vaker voor het vaccin kiezen. En dat is niet omdat er per definitie een soort verplichting in zit. Helemaal niet zelfs. Maar omdat mensen dan toch er een vertrouwder gevoel bij hebben. En denk ja, inderdaad. Zij zoeken inderdaad het beste voor mijn kind. Ja. In plaats van. Ja, is dat wel het goede en wordt mijn kind hier niet ziek van, et dus okay. het gaat ook om vertrouwdheid. Ja, resume in de buurt uh, laten inenten en niet op social media kijken hoe het anders moet. Nee, tenzij je op die social media dus die goede ja, antwoordt, ja, ja. dan zou ik zeggen die kun je vertrouwen. Oké, okay, heb ik begrepen. We komen zo bij je terug. We gaan eerst even naar, uh, naar Rome, want Europarlementariër Bert-Jan Ruijssen en Tweede Kamerlid Diederik van Dijk ondertekenen namens de SGP vandaag in Rome de Casablanca-verklaring tegen draagmoederschap. De partij vindt het een inhumane praktijk en roept op om in het Europese en Nederlandse parlement zich hierover uit te spreken. We hebben nu contact met uh, SGP-europarlementariër Bert-Jan Ruyssen. Goedenavond meneer Ruyssen. Goedenavond. Fijn dat u met ons uh, verbonden bent. Ja, u heeft een manifest ondertekend voor het verbod op draagmoederschap. Waarom? Ja, ik heb inderdaad zojuist de Casablanca-verklaring ondertekend samen met Diederik van Dijk. Daarmee zijn we de eerste twee politici die deze verklaring ondertekenen. Waarom doen wij dat? Nou, het is dringend noodzakelijk dat we maatregelen gaan treffen. Mm -hmm. Want we zien wereldwijd dat er sprake is van een enorme uitbuiting van vrouwen. Uh, vaak zie je dat vooral kwetsbare vrouwen die financiële problemen zitten, bijvoorbeeld de keuze maken om zich dan aan te bieden om draagmoeder te zijn. Dus je hebt het hier over exploitatie, uitbuiting van vrouwen, ja. dat is één. En twee, uh, je moet ook vaststellen dat het belang van het kind uh, in de hele deze discussie uh, zwaar onderbelicht is. Wat ons betreft alle redenen alle reden op tot een uh, mondiaal verbod uh, op draagmoederschap over te gaan. Oké, okay, en daarom heeft u hem ondertekend. In uw persbericht, wat vandaag uitgebracht is, noemt u dit een inhumane praktijk. Dat zijn nogal stevige woorden. Dat zijn stevige woorden, maar toch hebben we daar natuurlijk heel bewust voor gekozen. Ja. Het VN-Kinderrechtenverdrag VN zegt bijvoorbeeld... Een kind heeft recht... Om zijn eigen ouders te kennen en ook door, zijn eigen, door de eigen ouders te worden verzorgd. Dat is een fundamenteel recht. En dat door kruisje met draagmoederschap. Mm -hmm. Want een kind wordt dan na de geboorte bij de draagmoeder, bij de moeder weggehaald en ja. um, ondergebracht bij een ander uh, ouderpaar. Daarmee zijn echt fundamentele zaken aan de orde. Uh, Helaas moet je vaststellen dat in deze, deze discussie vooral zeg maar, de kinderwens voortdurend centraal wordt gesteld. Ja. En natuurlijk ook wij hebben er begrip voor dat mensen een kinderwens kunnen hebben en dat kinderloosheid dat het iets heel verdrietigs kan zijn. Daar heb ik alle begrip voor. Uh, maar om dat op te lossen uh, via draagmoederschap met alle risico's van ja. dien, met alle uitbuiting van dien. Uh, dat gaat ons echt uh, fundamenteel te ver. Ja, maar goed, u snijdt het zelf aan. Ik wil u de vraag stellen. Uh, stel een kinderloos echtpaar met een kinderwens en die vindt een andere vrouw om hun kind te dragen, letterlijk. Wat is daar inhumaan aan? Dan nog zeg ik niet doen. Niet doen dit. Wat is daar inhumaan aan? Vooral dit dat je het kind uh, weghaalt bij de moeder. En dat je. Uh, het kind niet de gelegenheid geeft om verzorgd te worden, om op te groeien ja. bij de eigen moeder. Dat is ethisch, is dat, is dat zeer discutabel. En bovendien het is ook zeer in strijd ook met het uh, kinderrechtenverdrag wat ik zojuist aanhaal. Mm. Mm. Uh, u wil dat uh, Nederland en ook Europa uh, het voortouw neemt op dit, uh, op dit terrein. Uh, en ook discussies uh, over gaat voeren. Normaliter bent u niet echt voor uh, invloed van Europa, maar in deze wel? Hier is natuurlijk sprake van uh, mensenhandel. En dat is per definitie internationaal. Mm. Als je dit wil aanpakken, dan moet je dat. Zelfs op mondiaal niveau moet je dit zien te regelen. Want als je, als je dit puur nationaal houdt. Uh, wat krijg je dan voor situaties? Dan krijg je de situatie dat het in een ander land wel mogelijk is. Dan, krijg je, ja, de, dan hou je nog steeds de mogelijkheid dat mensen tot bijvoorbeeld in het buitenland afspraken gaan maken, contracten gaan sluiten met, met draagmoeders. Ja. Dit is zo internationaal, dit moet je ook wel internationaal uh, aanvliegen. Ja. U bent in Rome, er is ook een congres uh, uh, over dit onderwerp. Zijn er meerdere politici uit andere Europese landen die ook dit manifest ondertekenen? Uh, vandaag zijn alleen Diederik van Dijk en ondergetekende uh, hier aanwezig om te tekenen. Ja. Er zijn nog wel andere parlementariërs ook aanwezig. Maar dit is een nadrukkelijk een initiatief geweest, ook vanuit onze kant, om, om dit op gang te krijgen. Wij tekenen het vandaag uh, en wij gaan onze collega-parlementariërs en ook de collega-Europarlementariërs uh, oproepen en ook schriftelijk benaderen. Uh, om om, uh, om uh, dit voorbeeld te volgen en om ook uh, dit, uh, deze verklaring, deze Casablanca-verklaring te gaan ondertekenen. Oké, okay, want u wilt uiteindelijk, laatste vraag, toe naar een verbod op draagmoederschap? Ik wil toe naar een uh, verbod op draagmoederschap. De Casablanca-verklaring vraagt de staten, hè, dus, de, dus de landen, uh, om tot een verbod uh, op het draagmoederschap uh, over te gaan. Oké, okay. dank voor deze toelichting vanuit Rome, Europarlementariër Bert-Jan Ruyssen. Graag gedaan, dank u wel. Terug naar onze gast aan tafel, Maarten van Ooyen. Uh, ja, hoe kijkt u hier naar draagmoederschap? Nou, ik herken wel heel veel van de bezwaren die uh, de SGP hier aandraagt. Ja. Uh, zeker als het gaat om die uitbuitingen, die financiële kant van de zaak bijvoorbeeld. Er kunnen enorme bedragen in omgaan. Ja, maar dat is de negatieve kant. Hè? Ja. Er is ook een, een positieve kant. Als, ja, dat, als dat... ouders iemand vinden. Die voor hen draagmoeder wil zijn. Ja, dat, dat speelt met name als er sprake is van bijvoorbeeld uh, medische complicaties. Ja. Ja, waardoor er bijvoorbeeld geen sprake kan zijn van, uh, van uh, ja, een kinderwens. Uh, uh -huh. uh, dus dat klopt. En er zijn ook situaties waarin je kan denken: van nou in dit geval is het misschien toch een oplossing. Tegelijkertijd moet je er buitengewoon voorzichtig mee zijn. Ja. Inderdaad, want ja, de belangen van het kind. Hè, dat hebben we ook gezien bij interlandelijke adoptie. Wat eigenlijk hier toch ook wel wat van heeft. Er zijn dus ook soms een kinderwens die heel groot is. waarbij toch... Wij gezien ook met de commissie jouwstra ja. dat het heel vaak misgaat en dat inderdaad het belang van het kind zoals Bertjan Ruijs het terecht aangeeft vaak eh, ongeschikt wordt aan de belang van de ouder en vaak de ja. wens van de ouder dus in dat opzicht ik herken heel veel van de zorgen ik kan me ook nog herinneren dat in bijvoorbeeld de campagne -tijd, Mirjam Bikker op een gegeven moment natuurlijk naar voren is gestapt en heeft gezegd bijvoorbeeld het wetsvoorstel dat het kabinet mee kwam over draagmoederschap dat wil ik controversieel verklaren Er ja. heeft ook meteen heel veel discussie op heel grote gevoeligheid in de samenleving maar het heeft wel te maken met dezelfde zorgen als ook die, die Bad Jan hier uh, terecht moet. Ja, want er ligt hier een voorstel hè, in Nederland. Ja, dat klopt. Ja. Ligt hier in voorstel. Dus overigens gaat het inderdaad ook tegen om financieel uh, te betalen. Maar ook daar zitten wel echt hele grote zorgen aan, die volgens mij Mirjam Bikke wel uh, terecht heeft verwoord. Ja, tot slot, zou uw partij die verklaring ondertekenen, die Casablanca-verklaring? Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb die verklaring zelf niet gezien. Nee. Ik weet niet precies wat daarin staat. En, uh, en ik ben natuurlijk eigenlijk ook weliswaar staatssecretaris van VWS namens de ChristenUnie of ook namens de ChristenUnie. Alleen dan moeten we toch echt bij de Tweede Kamerfractie zijn mm. ook bij het Europarlement. Dus ik kan het even niet. Niet Voor hen nu insteken, helaas. Ja. Ik zou graag een, uh, ik zou ze eigenlijk zeggen: volgens mij moeten ze er zelf een oordeel over geven. Ja, maar dit vindt u een goede stap? De twee SGP-broeders ja, naar Rome ja, gaan om snap, dat te doen? Ik snap heel goed dat ze het doen. Overigens, volgens mij ook goed, want ik heb begrepen dat het wel een heel breed gedragen uh, ja. aanpak is. Hè, wat vooral ook van medici betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld, en ook uh, psychologen. Dus dat het ook veel breder is dan alleen de politiek. Uh -huh. Dus in dat opzicht vroeg ik me wel even af: van, is het nou slim om dan meteen ook politiek bij betrokken te zijn? Of moet je dat misschien ook uit de maatschappij laten rijpen en daar misschien niet meteen? Politiek ook iets van vinden, want dat is misschien soms sterker ja. dan als je dat meteen ook een politiek tintje geeft. Maar goed, dat is misschien een heel okay, nou. lichte uh, kritiekpuntje. Dus, maar ik, ik kan er zelf niet over oordelen, want ik denk echt, Anja Haga, de Europarlementariër uh, of de Tweede Kamerfractie. fractie zal je een definitief oordeel over moeten We gaan het er vast nog eens vragen, ja. Gaan we even ja. naar uw uh, terrein, de gesloten jeugdzorg. Ja, daar zijn grote problemen. Zoals in de hele jeugdzorg, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar de Kamer eist nu uh, dat u excuses gaat maken voor jongeren. Ja. uit die gesloten jeugdzorg. Ja, dat klopt. Dat komt eigenlijk naar aanleiding van een rapport... dat uh, een ervaringsdeskundige jongere, Jason... Ja. die heeft dat rapport opgesteld... en die heeft met 51 jongeren gesproken... en die heeft daar hun ervaringen... Uh, over de gesloten jeugdzorg eigenlijk in opgetekend. Ja, en in alle eerlijkheid... die ervaringen die zijn ook echt hartverscheurend... Ja. Even voor de duidelijkheid, het is een jongeren met grote problemen die tegen zichzelf ja. en de maatschappij beschermd moeten worden. Exact. exact. Ja. Uh, met hele grote problemen, dus bijvoorbeeld met suïcidegedachten, mm. die zichzelf snijden, uh, die uh, extreem middelen gebruiken hebben. Nou, noem het maar op, waardoor ja. ze eigenlijk niet meer in vrijheid, zeggen, dus met open deuren uh, kunnen functioneren, maar dat ze daardoor uh, een tijd lang uh, gesloten worden geplaatst. Ja. Dus dat de deur letterlijk uh, dicht is. Mm. Uh, maar zij hebben daar dermate uh, traumatisch. Ervaringen opgelopen in die gesloten jeugdzorg dat nu de Tweede Kamer inderdaad heeft gezegd: er moet excuses komen, ja, maar u zegt nee, nu nog even niet, misschien later. Ja, ik heb eigenlijk zelf gezegd: ik vind dat er een proces moet komen van erkenning voor deze jongeren. Ja. En um, die 51 jongeren die hier gesproken zijn, daarvan vind ik als je als overheid de stap gaat nemen tot excuses, dan moet je heel breed de jongeren zelf gesproken mm -hmm. hebben. Dus niet alleen via een rapport, maar dan moet je hen zelf gesproken hebben. Dan moet de overheid, ambtenaren, bijvoorbeeld ook de inspectie en anderen, moeten die jongeren gesproken hebben. Want die moeten ervaren hebben wat hier dan mis is. Ja. In plaats van even snel ergens excuses zeggen en dan weer de bladzij uh, doorslaan. Dus dat proces van de erkenning, dat vind ik heel belangrijk. Ja, toch zijn er ook partijen die zeggen, nee, we gaan nog een stap verder. We moeten zelfs een parlementaire enquête gaan houden hierna. Ja, ja klopt. Dat, klopt. dat is een zwaar wapen van de dat Tweede Kamer. Dat is enorm. Dat komt eigenlijk ook nauwelijks voor. Ik vind het ook wel een heel uh, zwaar wapen. Ja. Uiteindelijk gaat daar natuurlijk het parlement zelf over of ze dat willen. Hè, want het is niet iets van het kabinet of uh -huh. van mij om daar een oordeel over te geven. Maar ik denk wel van het is wel heel, een heel zwaar middel. Waarom kies je niet eerst voor andere middelen die er ja. ook zijn? We doen een onafhankelijk onderzoek. We zijn bezig om tot de erkenning te komen. Ja, pas ook even op, zou ik willen zeggen, dat je niet te snel naar de allerzwaarste middelen in het parlement. Ja, zo'n onderzoek weten we ook uit het verleden. Dat is vaak voor, nou gezegd, voor de bühne. Die komt een rapport en dat verdwijnt in een la. En er gebeurt mm, niks mee. Daar denk ik dat het nu al mee valt, omdat het ook, ook echt verbonden is aan dat proces tot erkenning te ja. komen. Dus zo'n onafhankelijk onderzoek is overigens ook zelf aanbevolen door die jongeren die dit onderzoek heeft uh, gedaan. Mm -hmm. Die heeft daar ook in een van de aanbevelingen genoemd. Als overheid moet er ook onafhankelijk onderzoek komen. Aanbeveling 2. Zes, even ja. uit mijn hoofd. Uh, dus het is, ook een, ja, het is ook een opvolging van wat jongeren zelf hebben aangegeven. Dus nee, ik ben niet zo bang eigenlijk dat dit in een uh, onderste la okay. uh, belandt. Ja. Maar we moeten het wel serieus. Ja, ligt u wel eens wakker van die, van die hele jeugdzorg? Er zijn wachtlijsten, problemen. Uh, nou, mijn vrouw werkt op. op een basisschool, er moet een kind. Uh, nodig ergens geplaatst worden. Ja, in september of oktober ja. is het aan de beurt. Zeker, zeker. Ik, ik lig daar uh, niet wakker van. Ja. Maar ik maak me er hele grote zorgen over. Dat is overigens al hele lange tijd zo. Um, en daarom moeten we een aantal hele grote en belangrijke veranderingen gaan mm. doorvoeren. En een van de dingen die we moeten doen. is dat er nu heel veel jongeren gebruik maken van de jeugdzorg. Ongeveer 1 op 7. Mm. Uh, en er zitten ook heel veel jongeren bij die eigenlijk daar niet per se. Uh, geholpen worden, want die hebben wel een vraag, maar dat is niet per se een zorgvraag. Dus die moeten we wel helpen, maar niet per se met een hulpverleningsproject, ja. zodat de hulpverlening en de zorg voor die jongeren beschikbaar Bij De, echte, overhouding. de echte Ja. precies, die echte hulp nodig hebben. Oké. Okay. Tot slot nog even naar de daklozen in Nederland, want uh, die nemen, dat aantal neemt toe. Ja. Hoe ja. komt dat? Het, is het tegenovergestelde van wat we willen. Ja. Is ook een, een zeer zorgelijk situatie. U wilt naar nul, neem ja, ik aan. Wij willen naar nul inderdaad. Kijk. Misschien toch even, het, even uitzoomen. Uh, de afgelopen jaren hebben we gezien dat het aantal daklozen af is genomen. Ja. Uh, en dat, was, dat kwam weer na een hele jarenlange toename van het aantal daklozen. En het is, uh, ook met mijn voorganger, hebben we uiteindelijk die trend weten te breken. En hebben we, ik dacht een jaar of drie of vier achtereen, een daling gezien. Dus dat was natuurlijk ontzettend goed nieuws. Mm -hmm. En nu zie je helaas toch weer een stijging. Waar komt dat door? Een van de redenen die nu wel heel relevant is, is het aantal Oost-Europese daklozen dat toeneemt op straat. En dat zijn vaak mensen die uit Oost-Europa hier zijn komen werken, ja. van wie het werk op is gehouden, omdat het seizoensarbeid bijvoorbeeld was, of omdat het, nou ja, het bedrijf hen niet meer wilde, of vanwege andere redenen. En dan belanden zij vaak hier op straat, omdat ja, de huisvesting vaak gekoppeld was aan ja, hun baan. Aan het werk. Ja. Exact. En dan belanden ze op straat en daar zien we nu echt een toename van. En dat is natuurlijk wel een schrikbare nieuws. Mm -hmm. Maar daar moeten we ook iets heel bijzonders voor doen. Want dat dat is natuurlijk echt een andere groep daklozen dan nou ja, de groep die we al kennen uit de daklozenopvang. Ja, en, en vaak ook uh, notoire daklozen, die eigenlijk niet binnen willen. Nee, dat, die groep heb je ook nog. Ja. Dat is overigens maar vaak een heel klein groepje, overigens, van het totale aantal groep mensen die, die daklozen is. Maar dit is een nieuwe groep. En ik heb onder, onder andere onlangs met mijn Roemeense counterpart uh, gesproken... en ook gezegd, zouden we misschien samen een, uh, een samenwerking kunnen opzetten... Ja. waardoor juist die groep Oost-Europese daklozen die wij hier zien... dat we die ook met een goede manier terug kunnen leiden naar het land van herkomst. Dan zijn ze beter geholpen en dan kunnen ze daar ook hun toekomst weer opbouwen... want vaak hebben ze die toekomst niet in Nederland. Okay. Nou, dat is natuurlijk bij hen... Ook wel even ingewikkeld van ja, maar ze zijn toch nu bij jullie. Waarom, ja, dit... moet ik, waarom moet ik die mensen terugnemen? Ja. En tegelijkertijd proefde ik daar wel welwillendheid. Dus ik probeer dat soort uh, gesprekken, bijvoorbeeld ook met Polen, met Bulgarije, wel aan te gaan. Want uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat deze mensen het meeste helpt. Ja, het probleem bij de bron oplossen, zou exact, je kunnen zeggen. Ja. Tot slot nog even: een nationaal actieplan is er sinds ja. 2022. Uh, 2030 wilt u niemand meer dakloos hebben. Ja. Is dat haalbaar? Nee. Uh, oh. en, tegelijkertijd vind en dat ik... voor een politicus ja. die dat zelf toegeeft. Ja, zeker. Maar waarom doen we dat? Want ik vind het eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld het aantal suicides in Nederland. Yeah. Daarvan zou je altijd het doel moeten hebben dat het te nul zijn. Want mm. het niet acceptabel is zeggen, weet je wat, nou, uh, 2000 suiciden in Nederland vinden we acceptabel. Yeah. Dat is, of het aantal verkeersdoden in Nederland dat is ook zoiets. Daarvoor kun je ook niet zeggen op een gegeven moment van, nou, weet je, 10.000 verkeersdoden. Of, hè, je kunt daar niet een aantal op geven wat je acceptabel vindt. En dat vind ik met het aantal daklozen ook. En alleen nul daklozen is acceptabel. Mm. Ik ben ervan overtuigd in 2030 hebben we echt geen nul daklozen. Maar het moet wel ons streven zijn om daar te komen. Oké. Okay. Nou, we gaan het zien hoe het zich ontwikkelt. Dank voor het gesprek. Maarten van Ooyen, staatssecretaris voor Volksgezondheid en lid van de ChristenUnie. Zo is het. Ja. Dankjewel.